Lange jurken en glitterpakken in plaats van noppen en voetbalbroeken voor de spelers en coaches. Allemaal om zo mooi mogelijk een prijs in ontvangst te nemen. Serena Wiegman. De Nederlandse Serena Wiegman is uitgeroepen tot voetbalcoach van het jaar. Het is voor haar de vierde keer dat ze deze prijs wint. Twee keer als bondscoach van Nederland en nu dus ook twee keer als bondscoach van Engeland. Wow, here I am again. Some of you think, well, there she is again. I'm so sorry about that. But at the same time, I'm very, very honored. I feel very privileged and humbled that I'm here again. Lionel Messi wint ook een prijs, die voor beste speler. Al is hij niet op het gala om de prijs op te halen. Dat hij hem won is best een verrassing, want Messi is inmiddels 36 jaar en speelt niet meer voor een grote topclub. Bij de vrouwen gaat de prijs naar de Spaanse Aitana Bonmatí. Zij hielp haar land dit jaar wereldkampioen te worden. En de prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar is voor Guilherme Madruga. In de tweede divisie van Brazilië maakte hij deze schitterende omhaal.